Op industrieterrein Barbouwtswaarder in Woerden heeft dinsdagmiddag een forse brand gewoed, waarbij meerdere explosies zijn waargenomen. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan bij handelsbedrijf IFA Retro Scooters. Daar greep het vuur snel om zich heen door de aanwezige brandstof. Hierdoor ontstond onder andere brand op het dak van een Kia-dealer en ook het bedrijf VHS Ventilatie en Hoogwerksystemen kon niet aan de vuurzee ontsnappen. Meerdere ondernemers hebben hun pad met water gekoeld om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Over eventuele gewonden is vooralsnog niets bekend. Later vandaag volgen meer berichten over de brand op woerden.tv.